Bouwen aan vertrouwen. Psychologische veiligheid. Ze komen beide met enige regelmaat terug in het themamaand van Scrum Academy. Bouwen aan vertrouwen, dat klinkt als iets positiefs. Psychologische veiligheid, dat klinkt als iets wat je wilt hebben. Maar hoe bouw je aan vertrouwen in agile teams? En hoe zorg je voor psychologische veiligheid als managing director van Scrum Academy en als muzikant? Dat zijn de vragen, Gert-Jan Danenberg, die we de komende minuten samen gaan beantwoorden. Maar voordat we daaraan beginnen, psychologische veiligheid, voor jou een bekende term, maar voor heel veel anderen en voor mij niet. Wat houdt het in? Nou, psychologische veiligheid houdt in dat je teamleden in een team dus risico's durven nemen en zich kwetsbaar durven op te stellen. Zonder, of sterker nog, ze weten dat daar geen misbruik van gemaakt wordt door de rest van het team van de kwetsbaarheid en het risico dat zij nemen. En kwetsbaar opstellen in een team, geef eens een voorbeeld, wat is dat? Zeggen dat je iets niet weet, je fouten durven toegeven, maar ook je allerprilste ideetje wat je hebt, waarvan je eigenlijk niet weet of het supergoed is, dat je die durft te delen. Dat je meteen het achterste van je tong durft te laten zien. En dat is dus niet vanzelfsprekend in heel veel teams? Nee, dat is niet vanzelfsprekend. Omdat eigenlijk is het ook wel, eigenlijk zou het wel vanzelfsprekend moeten zijn. Ik denk ook dat teams, als die echt psychologisch veilig zijn bij elkaar, als je vraagt, joh, wat maakt nou dat jullie zo met elkaar omgaan, dat zij niet eens weten van, oh, dat komt omdat we psychologisch veilig zijn. Die doen dat gewoon. Maar over het algemeen vinden mensen het lastig om, je wil niet gezien worden als onbekwaam of onwetend of als opdringerig. En dat kan je, zo kan het wel overkomen als je direct je mening geeft en feedback deelt. Dat lijkt me iets belangrijks voor alle teams, maar zeker voor agile teams. Ja, dat klopt. Waarom is dat? Nou, kijk, het is inderdaad, ik zou inderdaad wel zeggen, het is voor alle teams belangrijk en niet alleen voor agile teams. Maar voor agile teams is het extra belangrijk omdat die aan het innoveren zijn, vaak met creatieve processen bezig zijn. Vaak weten agile teams, hebben we een soort van stip op de horizon van daar gaan we heen. Maar wat we precies gaan maken, dat weten we eigenlijk heel vaak niet. En hoe we daar gaan komen, weten we ook al niet. Dus je hebt best wel veel onzekerheid. Om met die onzekerheid te dealen, moet je experimenteren, moet je risico's durven nemen. Moet je dus ook je creativiteit opengooien. Je weet meer niet dan wel. En dat is spannend. Ja, dan moet je je kwetsbaar kunnen opstellen en dat risicootje dus ook kunnen nemen. Maar hoe helpt dat er dan bij? Want het is dus al onzeker eigenlijk, heel veel onzekere elementen in zo'n agile team. Ja, als je dan ook nog eens kwetsbaar moet zijn, waarom helpt dat? Dat helpt omdat je hebt zoveel aannames waar je naartoe ontwikkelt als team, dat je je meteen open moet kunnen gooien van oké, ik heb een idee voor dit vraagstuk, zou ik dit willen proberen? Is dat oké? Maar het kan onwijs mislukken. Maar dat is niet erg in een agile team, als het mislukt, als je er maar weer van leert. En niet je foutjes verdoezelt of iets in die geest, maar gewoon transparant bent. Dit wilden we onderzoeken met dit experiment, daar zat een risico in, dat hebben we op deze manier gemanaged. Ja, en het is wel of niet gelukt. En door. En stel, mensen volgen deze thema maand en die zien de waardevolle tips. Passen dat toe in hun agile team. Hoe zien we dan uiteindelijk terug dat die psychologische veiligheid in dat team is gekomen? Hoe vertaalt zich dat? Ja, dat is ook soms best wel lastig te zien. Je kan het vooral zien als mensen hun fouten dus inderdaad makkelijk durven toe te geven. Elkaar tegenspreken in een vergadering of een leider ook durven tegen te spreken. Met elkaar in gesprek gaan over wat is nou daadwerkelijk het beste idee en elkaar challengen. En dan niet een hak willen zetten of iets in die geest of elkaar weglachen, maar echt vanuit respect. Vanuit respect op zoek gaan, wat is nou het beste idee wat we kunnen maken. Werken aan dat beste idee met psychologische veiligheid. Daar zijn vast tools voor hoe je dat in jouw team kan integreren. Hoe zie jij dat? Ja, nou, ik zie eigenlijk alles in mijn hele leven wel als een soortement systeem. En ik zie ook psychologische veiligheid als een systeem. Dat is niet één iemand die dat kan, die dat kan fixen in een team. Dus ik zie wel, het is een teamding. Het is ook een individueel ding. En er is ook wel echt wel een rol voor een aanvoerder, een leider of manager, of hoe je dat ook wil noemen. In het team, wat ik net ook al aangaf, de openheid om en met respect dingen willen bediscussiëren met elkaar, het risicootje durven te nemen. Maar als individu ben je onderdeel van dat hele systeem. Ja, dat betekent dat je ook wel
wat zelfvertrouwen moet hebben. Want je moet feedback durven geven. En je moet feedback ook kunnen ontvangen. Dat is ook misschien net wel zo. De lastigste. Misschien. Wow, dat is zeker voor veel mensen is dat best wel eens lastig. Zeker als je met een creatief proces bezig bent. Met zoiets, met jouw ideetje waarvan je niet weet of het wel of niet werkt. En daar ga je meteen mee naar het team. En je zegt, nou, dit is wat ik wil. Daar zit zoveel van je ziel en zaligheid in. Ja, dan moet je wel een beetje gegrond zijn. En als leider ja, heb je vaak toch een voorbeeldfunctie. Alhoewel ik eigenlijk vind dat iedereen in een team een voorbeeldfunctie kan hebben. Dat we niet zozeer alleen maar naar één leider hoeven te kijken. Maar goed, als je toch de rol van aanvoerder hebt, dan heb je extra veel verantwoordelijkheid om ook het goede voorbeeld te geven. En daar ook wel jezelf mee te managen. Dus als je zelf heel ad rem bent, een leuke grap kan maken die misschien net even op het randje is. Allemaal leuk en aardig, maar het is wel de bedoeling dat andere mensen zich daardoor, of andere mensen zich ook veilig voelen. Ja, maar ik kan me voorstellen als teamlid, als je weet dat de leider of aanvoerder er ook bij is, dat er misschien nog wel een extra drempel bij komt om helemaal open over jouw eerste prille idee te vragen. Ja, zeker. Dus daarom is het echt van belang dat ook de rol van de leider, van de aanvoerder, dat die het goede voorbeeld geeft. Dat die ook zelf met zijn prille ideeën durft te komen en zich kwetsbaar op durft te stellen. Ja. Als die dat niet doet en alles weglacht, dan kan hij dat zeker niet verwachten dat dat team dat van nature even ontwikkelt. Ja. Dus jij ziet dat als een systeem. Dat klinkt nog redelijk abstract. Ja. Heb je ook praktische voorbeelden van hoe dat in zijn werk gaat? Ja, zeker. Dan is het misschien wel leuk om niet zozeer naar de Scrum Academy zelf te kijken. Maar ik zit ook in andere teams. Ik ben in mijn naaste uitgehand gelopen hobby van de Scrum Academy heb ik er nog een. En dat is, ik ben muzikant in mijn vrije tijd. En dan schrijf ik liedjes. En dan zit ik ook in een band. En dat is ook een team. En dan kan het wel eens voorkomen dat ik ook met mijn zolderkamer ideetje, wat toch heel pril is, wat misschien bestaat uit een zinnetje en uit een eerste melodie. We zien het voor ons, jij op de zolderkamer, één kaarsje, gitaar erbij, allemaal proppen papier eromheen. Ja, en uiteindelijk heb je toch, ja, post-it. Uiteindelijk heb je toch die eerste paar geniale zinnen op papier en dat riffje bedacht. Ja, precies. En daarmee ga ik dan naar de rest van de band toe. Dan zeg ik, speel ik dat voor? Dan zeg ik, dit is mijn eerste idee, maar het idee is nog niet af. Het is nog niet goed, het is nog geen liedje. Want daar heb ik de rest van de band zeker bij nodig. Voor ritme, voor extra melodie, voor het arrangement. Het is pas een pril begin. En dan is het, dat voelt toch, als ik zelf op dat zolderkamertje gezeten heb, voelt dat alsof je toch een beetje in je naakte kont staat daar. En dan is het heel fijn dat ik me veilig voel, dat ik dat in één keer kan inbrengen. Het komt uit mijn hart. Dus daar wil ik ook wel me veilig voelen om dat te delen. Aan de andere kant vind ik het ook belangrijk dat de rest van de band zich veilig genoeg voelt om daar opmerkingen over te maken. Of te zeggen, leuk idee, maar met deze invalshoek kunnen we het van hier naar hier brengen. En dan krijg je feedback op het stuk wat je zelf gemaakt hebt. En dat kan zijn dat het daardoor ook radicaal verandert. Ja, kan het ook misgaan dan? Kan dat ook een conclusie zijn? Ja, we hebben zeker wel eens dingen gehad dat ik met een idee kwam van een heel poppy-achtige song. En dat de gitarist van onze band, Frank, dacht van dit gaat echt een rocknummer worden. En dat we daarin daar eigenlijk er nooit uit zijn gekomen. Ja, eigenlijk moet ik heel eerlijk zeggen, hebben we het nog opgenomen ook in de studio. En toen hebben we het weggeknikkerd daarna. Maar dat is ook oké? Dat was ook oké. Ja, voor de dynamiek als band was dat prima. We hebben het geprobeerd. We zagen dat we niet op niet het bracht wat we wilden dat het zou moeten brengen. Goed experiment. Op naar de volgende. Ja. En de waardevolle lessen meenemen naar het volgende traject. Zeker. Ja, en het is ook nog eens op een andere manier ook wel eens misgegaan. Dat ik iets gemaakt had en dat de bassist terugkwam met zijn ideeën erop. En dat ik dacht, jeetje, dit is zo druk. Dit had ik helemaal niet gewild. Maar terwijl ik heel grof feedback geef van, dit is natuurlijk... Hier kunnen we niks mee. Precies, dit is natuurlijk echt niet de bedoeling. Ja, en dat ik wel iemands pareltje waar die de hele week aan gecomponeerd heb, eventjes in één seconde wegzet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat is iets wat niet bijdraagt aan psychologische veiligheid. Dat draagt zeker niet bij aan psychologische veiligheid. En dat hebben we ook daadwerkelijk. Niet dat wij meteen daarna een soort met kringgesprek voeren van dat moeten we eventjes voortaan anders doen. Maar dat hebben we wel uitgesproken met elkaar. Ja. Dat we zo niet met elkaars creatieve dingen omgaan. Ja. Dus dit is een goed voorbeeld van hoe dat werkt in een team. Ja. Dat ene onderdeel van dat systeem, hoe jij het benoemde, dus het team,
je eigen psychologische veiligheid en die van de leider. Even terug naar die tweede, jouw eigen psychologische veiligheid. Hoe psychologisch veilig ben jij, Gert-Jan? Ja, nou, ik denk dat als ik hier zit, voel ik me heel erg lekker en veilig zat. Dus ik heb daarin ook wel heel veel geleerd om voldoende zelfvertrouwen te kweken, feedback te durven geven, maar ook feedback te durven ontvangen en op een constructieve manier conflicten aan te gaan en de verschillen tussen elkaar te zien als kracht. Daar heb ik wel heel veel van geleerd. Dat vergt wel wat. Want je moet wel heel goed jezelf kennen, wil je in zo'n systeem ook een positieve rol spelen. Dus dat heb je geleerd op zakelijk gebied met Scrum Academy. Ja. Even over die andere uit de hand gelopen hobby, zoals je het zelf noemt. Muziek, heb je daar ook een voorbeeld van? Ja, hoe je eigen psychologische veiligheid daar hebt leren kennen? Ja, zeker wel. Want ik val ook nog wel eens in bij, of viel in bij andere bands. En ik kan me nog herinneren dat ik in de oefenruimte kwam bij Polle Eduard. En met allemaal best wel aardige iconen die achter de drums, bas en al dat soort dingen zaten. Polle Eduard klinkt voor mij als Delvenaar als een bekende naam. Maar... Ja, Ma Bellamy, onder andere van de T-set. En Ik Hoor Jou was een van zijn hits uit de jaren 80. En ik kwam aan om een paar nummers mee te zingen. En ik kende daar niemand in dat hele feest. Dus ik stapte die repetitieruimte in, toch een beetje met knikkende knieën. Dat is weer een nieuw systeem waar ik ook maar even mijn rol in moet vinden. Niet dat ik alles zo plastisch benader, maar het is wel feitelijk, als ik nu uitzoom, is dat een systeem waar ik even in zit. En de rol van de leider, hij was daadwerkelijk echt wel de leider. Hij zei letterlijk van, kom even binnen, kom in die repetitieruimte, ik doe nog één song. Dan kan je een beetje zien wat ik verwacht, hoe de sfeer is. En hij hangt zijn gitaar om en hij gaat echt vol gas de keer, alsof hij voor de laatste keer op een podium staat in een vol Ahoy. En met al zijn kwetsbaarheid erin, al zijn energie, zijn kwetsbaarheid, zijn risicootjes, niks veilig spelen, niks veilig zingen. Dat ik dacht, wat is dit? Dit heb ik nog. Nou, dat was een warm bad. Ik kom meteen. En het wat ik heel positief aan vond, is dat ik in één keer ook het onderste uit mijn eigen kan kon halen. Want ik wist dat wordt hier gevraagd en dat is normaal. En toen dacht ik overigens nog niet aan psychologische veiligheid, maar als ik daar nu aan terugdenk, dan was het meteen iets waar ik me heel veilig bij voelde. Ja. Als een warm bad, je moet je er lekker in voelen en de ruimte krijgen om jezelf ten volle te laten zien. Ja, zeker. En dat kon. Ik kon gewoon alles doen. Ik mocht, dat mocht daar. Dat, ja. Zo was de sfeer. Dus dat heb ik altijd onthouden. Altijd onthouden van als ik zelf in een team kom, of er komen mensen nieuw in een team bij ons, dat ik direct ook zelf mijn kwetsbaarheid kan laten zien, maar ook mijn energiedeel. En ook laten zien van experimenteren is hier goed. We gaan ervoor. Hoe zouden we dat, al die informatie van de afgelopen minuten, hoe zouden we dat in een fijne conclusie kunnen gieten? Ja, eigenlijk is psychologische veiligheid, je zou eigenlijk kunnen zeggen, het is zo logisch. Het zou zo ontzettend logisch moeten zijn. Ik denk als je het samenvat, dan zou ik zeggen, zorg dat in een team iedereen aan bod komt. Want er zit heel veel kennis in een team. Dus als je een veilig klimaat wil hebben, dan kan dat niet alleen tussen jou en mij, als we met z'n vieren een team vormen. Maar dan moet iedereen evenredig aan bod kunnen komen om zijn eigen creativiteit en onzekerheden op tafel te gooien. Daar moeten we met elkaar met heel veel respect mee omgaan. En we zijn geïnteresseerd juist in de afwijkende ideeën van elkaar. Dus we moeten super geïnteresseerd daarin zijn. En je moet jezelf goed kennen. En ik denk dat laatste, jezelf managen, dus zelf weten hoe je feedback geeft, hoe je overkomt, hoe je feedback ontvangt. Nou, het mooie daarvan is, vind ik, daar kan je zelf meteen mee beginnen. En dan hoef je niet te wachten op een heel team of iets in die geest. Dat heb je zelf in de hand. Dat zou ik doen. Mooi. En als mensen daar nog meer van willen weten, dan gaan ze natuurlijk naar scrumacademy.nl. Yep. Als mensen meer willen weten van het resultaat van die psychologische veiligheid in jouw muzikale carrière, welke naam tikken ze dan in op Google? Ik denk dat ze dan de band Den Hill in moeten tikken. Gaan we doen. Dankjewel, Gert-Jan. Dankjewel.